Hoi allemaal, vandaag ben ik in mijn salon. Dat zien jullie waarschijnlijk al wel aan deze mooie roze muur. En ik ga jullie laten zien wat er in mijn Alex-kast zit. En dat is deze witte kast van de IKEA. Waarschijnlijk allemaal wel bekend bij jullie. Deze kast staat dus gewoon bij mijn werkplek en hier zitten spulletjes in die ik dagelijks gebruik. Ik zal laadje voor laadje een beetje laten zien wat erin zit. In de eerste la vind je een aantal dingetjes van Gel-Lax, van gel-nagellakken. Die er tegenwoordig allemaal zijn. Daarbovenop, dat rekje daar met dat nagelwiel. Dit zijn allemaal gel-lax of gel polishes of hoe je het ook noemt. Dit zijn een soort nagellakken die moeten uitharden in de lamp. In de UV-lamp. En hier zitten ook nog wat spulletjes. Dit is van Sensationals. Daar hebben jullie ook al een filmpje van op de site kunnen zien. En hier zitten nog wat dingen van andere merken. Sommige heb ik al geprobeerd, andere moet ik nog uitproberen. Hier heb je nog van die wraps om het weer af te weken. Net als deze. Hier zitten van die doekjes om dan de gel nagellak weer af te weken. Hier zitten die ook in. Dus dit zijn vooral gewoon gel-lax en dingetjes om uit te proberen. En hier zit nog een topcoat van Sally Hansen in. In de tweede la, dit is eigenlijk gewoon een rommela. Hier zitten wat lege potjes en doosjes in. Hier zitten nog wat oude acryls in deze potten. Ik moet die nog mengen of uitproberen of even kijken wat ik daarmee moet doen. Dus dit is eigenlijk niet zo boeiend. Dit is eigenlijk gewoon echt een rommellaadje van die lege wieltjes en niet zo boeiend. In deze la zitten allemaal verschillende acryls. Dit zijn acryls die ik ook regelmatig gebruik. Hier zitten hele mooie glitteracryls in deze potten. Dit is een doorschijnende acryl en een witte. Hier zitten allemaal kleintjes in. Deze zijn of opgestuurd om uit te proberen, of het zijn gewoon samples, of ik moet ze nog mengen. Het zijn gewoon allemaal kleintjes die hierin zitten, in dit doosje en daaronder ook nog. Hier staan heel veel felle en neonkleurtjes. Ik heb hier dat hele felle oranje, fel groen, fel geel. Er zitten nog wat pastelkleurtjes en hier zitten nog wat glitters. Hier ook nog wat dingetjes die ik nog moet mengen of die ik nog moet uitzoeken. Dus dit is eigenlijk een laadje met gewoon heel veel verschillende soorten acryl. Dit is niet alle acryl, want bij mijn tafel, bij mijn werkplek heb ik ook nog zo'n la. En die zit helemaal vol met andere acryl die ik dus ook echt dagelijks gebruik. Die heb je al kunnen zien in een ander filmpje over mijn werkplek. Dit is een la vol met strijpers. Ik heb het geprobeerd een beetje te organiseren, zodat het voor mij heel duidelijk is en dat ik makkelijk alles kan pakken. Hier staan allemaal zwarte en witte strijpers hier op dit randje. Dat zijn de kleuren die ik het meest gebruik. Dus daarom staan die gewoon handig bij elkaar. Hier zitten vooral roze, paarse en wat lichte kleurtjes. Wat blauw, roze. Ja, eigenlijk ook gewoon wel mijn favoriete kleuren voor een nail art. Hier zit ook nog wat blauw, groen, oranje, rood. Iets minder favoriete kleuren. Maar goed, ik heb ze allemaal wel iedere dag nodig. Want... ja, sommige kleuren zijn misschien niet je favoriete kleuren, maar je hebt ze wel gewoon nodig bij verschillende nail arts. Hier in dit bakje zitten allemaal glitterstrijpers. Allemaal verschillende kleurtjes, rode, zilveren, gouden, van alles. Hiermee kun je niet echt mooie streepjes maken, maar je kan ze wel gebruiken als extra glitteraccentjes bij nail arts. Hierin zitten crèmekleurige, witte, zilveren, grijze... ja, een beetje neutralere kleurtjes. Ook kleuren die ik veel gebruik. Dus dit is mijn laadje met strijpers. Ik heb eigenlijk allerlei verschillende merken. En ja, dit zijn gewoon merken die ik zelf heel erg fijn vind. In de volgende la zitten een aantal nail art dingetjes. Hier zitten bijvoorbeeld al mijn dotting tools in. Hier zitten allemaal verschillende in. Ze zien er allemaal een beetje vies uit. Ja, omdat ik die gewoon echt dagelijks gebruik. Er zitten allemaal verschillende kleine puntjes aan. Sommige zijn heel klein, sommige zijn wat groter. Er zit een pincetje in. Hier zitten nog sponsjes in. Deze sponsjes heb ik gebruikt om deze nail art te maken. Als het goed is, heb je dit filmpje al gezien. En anders komt het zeer binnenkort online. Hier staan nog wat topcoats. Vooral de topcoats van Conat vind ik heel fijn. Die zijn heel goed om te gebruiken bij een nail art. Omdat hij de kleurtjes niet door elkaar trekt. Hier zitten nog wat rommeldingetjes in. Nog wat knippertjes. Andere tools die ik af en toe nodig heb. Een doekje van Tupperware. Altijd handig als ik mijn nagellakpotjes niet open krijg. Dus die gebruik ik ook. Nou, hier zit nog een doosje
waar allemaal nail art penseeltjes in zitten. Allerlei verschillende kwastjes. Maar op mijn tafeltje staat ook nog een bakje waar de meest gebruikte in zit. En deze zijn gewoon extra. En dan heb ik hier nog een paar van die grote potten met topcoat, glitter topcoat. En die gebruik ik ook regelmatig. In de volgende la zitten allemaal acryl dingen. Hier staan een aantal acrylvloeistoffen. Dit is gewoon een doorschijnende acryl. Hieronder zit ook nog doorschijnende en witte acryl in die zwarte potten. Hier liggen mijn schablonen. Die hebben jullie al kunnen zien toen ik mijn duimnagel maakte. Die breng je aan als je een kunstnagel gaat maken. Er staan hier nog wat topgels, wat primers. En daarachter staan nog verschillende gels die ik gebruik als mensen gelnagels willen in plaats van acryl. En ik gebruik ze ook wel eens op de tenen om witte randjes te maken. Ook niet zo heel erg boeiend, maar wel heel hard nodig deze spulletjes. En dan hebben we hier nog een leuke nail art lade. Hier staan twee glossy boxen in, of twee boxen met nail art spulletjes. Ik heb geprobeerd om dit allemaal een beetje te ordenen, maar het is nog niet naar mijn zin. Dit weekend ga ik naar de beurs en ik hoop dat ik daar nog zo'n bak kan vinden. Ik zal die dadelijk laten zien in de andere lade. Maar er zitten allemaal kleine potjes in en daar kun je dus dit soort dingetjes heel gemakkelijk in opbergen. Want nu ligt het hier dus allemaal los in die bak en vind ik gewoon niet fijn. Maar goed, hier zitten allemaal glitters in, glitterpotjes, dingetjes die je in de nagels kan plakken in de acryls, maar ook gewoon in de topcoat. Glitterdingetjes, pailletjes, hier zitten die stofdingetjes om van die fluffy nagels te krijgen. Nou, hier staan ook nog die balletjes, hier heb ik een wieltje met allemaal van die kleine balletjes, een wieltje met allemaal strassteentjes. Ja, hier zitten gewoon allemaal glitterdingen in. Hier heb ik ook nog van die wieltjes met glitterdingen. Dit zijn blauwe en dit zijn roze. Van alles zit erin. Die zijn super leuk om met een nail art te gebruiken. Hier liggen nog steentjes, glitterpoeders. En in die blauwe glossy box, daar zitten ook nog allemaal nail art dingen in. Er zitten vooral stickertjes in. Die ga ik er nu niet helemaal onderuit halen. Maar er zitten in ieder geval allemaal stickertjes en ook wat nail art dingetjes in. Daarachter heb ik wat acrylverf staan. Die gebruik ik ook als ik een nail art ga maken. Deze kleine potjes ook. Dat is ook acrylverf. En deze tubetjes ook. Dus dit is eigenlijk gewoon allemaal nail art dingetjes die ik gebruik om of in de acryl te verwerken of gewoon bij een nail art. Nou, hier zitten die bakken in die ik bedoelde. Dit is zo'n box met allemaal kleine potjes. Je kan het er doorheen wel zien. En daar heb ik er nog eentje. En zo een wil ik dus nog gaan bijhalen om die, al die glittertjes in op te gaan bergen. En hieronder, die roze doos, dat is mijn Conat doos. Er zitten een aantal stempelplates en dat soort dingetjes in. Hier heb ik nog een doos met allemaal glitters. Hier zitten allemaal glitterpoeders in. Deze gebruik ik soms om acryls mee te vermengen. Of ik gebruik ze in nail arts. En hier heb ik nog van die lege doosjes. Hier kan ik nog dingen in opbergen. En het allerlaatste laadje, niet zo boeiend. Hier zitten nog wat doosjes in van nageldingen. Vooral van Poepa, van die crystal nails. Van die nail art bubbles, die balletjes. Nog wat dingen van CAT, van OPI. En daar heb ik nog de prinsessennagellak van Herome. En dit was het. Dit was het laatste laadje. Ja, dit kan er op zich nog uit. Dus mocht ik nog andere dingen nodig hebben, kan ik dit laadje nog wel gebruiken. Dus nu hebben jullie een overzichtje gezien van mijn Alex-kast. Ik vind deze kast echt super handig. De bovenste laden zijn iets smaller, iets minder hoog. En de onderste drie zijn een stuk hoger, of de onderste vier. En dat is ja, erg handig. En zoals je ziet kun je er echt superveel in kwijt. Dus ik ben heel blij dat deze kast gewoon bij mijn werkplek staat en dat alles netjes is opgeborgen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Mochten er nou dingen voorbij zijn gekomen waar je meer over wilt weten, laat het me dan even weten bij de reacties hieronder. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.